Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Een hele tijd geleden heb ik een video gemaakt waarin ik vertelde welke 10 dingen paardenmensen echt haten als je dat tegen ze zegt. En toen ik laatst een rondleiding had hier, toen zeiden mensen, wij vonden dat echt een superleuke video. Kun je nog een keer zo'n video maken, zo'n tweede deel of zo? Dus ik heb aan jullie op social media gevraagd wat jullie het meest haten om te horen. Dingen die er gebeuren op stal, dingen die niet paardenmensen doen. Ik heb een hele waslijst aan allerlei dingen als je omgaat met paardenmensen en je kijkt deze video. Deze dingen die moet je dus niet doen, want paardenmensen haten dit. Bijna alle dingen die door mensen zijn ingestuurd, die maak ik zelf ook mee. En ik heb echt hardop zitten lachen toen ik overal doorheen scrolde. Dit is iemand die zegt, ik heb een hekel aan kinderen die bang zijn en dan te beginnen te gillen als ik zelf aan het rijden ben. Dat is echt super gevaarlijk. Het is misschien een beetje stom om te zeggen, maar het is als je, zeker als beginner zijnde of misschien als je al wat ouder bent en je rijdt paard en je bent een keer bang op je paard, dat kan gebeuren. Stel je voor dat hij er vandoor gaat, dat er iets eng gebeurt, dat hij bokt, dat hij steigert en je bent dan even bang. Dat kan gebeuren, daar is niks ergs aan. Wat wel erg is, is als je gaat gillen op een paard. Dat is echt super gevaarlijk, want een paard wordt daar alleen maar banger van. En wordt daar alleen maar gestresster van. En het wordt ook helemaal niet minder. En hij gaat dan niet ineens stoppen met wat hij aan het doen is. En het is ook nog eens heel erg gevaarlijk voor allemaal andere mensen die bij jou in de bak rijden. Dus als je een keer bang bent, alsjeblieft niet gillen, niet roepen, überhaupt niet gillen bij paarden. Het is echt heel erg irritant als dat gebeurt. Ik weet het, ik voel de pijn. Jij het voorlezen? Doe maar voorlezen. Doe maar voorlezen. Heel goed, heel goed. Iemand zegt, mensen die denken dat ze wel even een rondje op jouw paard kunnen. Ja, oh mijn god, het is zo irritant. Mensen die dan, en dan vaak zelf niet kunnen rijden of misschien één of twee keer op een paard hebben gezeten en die zeggen, ja, ik wil ook even een rondje rijden. Als ik klaar ben, mag ik dan ook even een rondje op je paard? Nee, niet omdat ik, nou ja, ook omdat ik hem niet wil delen, maar ook omdat dat gewoon niet kan. Zeker sportpaarden en wedstrijdpaarden zijn geen manegepaarden waar je zomaar op kunt zitten als je nog nooit hebt gereden en die daar dan braaf genoeg voor zijn. Dus nee. Mensen die slippers dragen bij hun paard of überhaupt open schoenen, maar zeker in de zomer teenslippers bij de paarden. Even heel eerlijk, als je niet tenminste zo'n soort schoenen aan hebt of in ieder geval stevige schoenen of paardrijlaarzen, dan moet je niet met een paard in de buurt komen. Dat moet je gewoon niet doen. Het is zo gevaarlijk om met je slippers bij de paard te zijn en ze zijn niet alleen heel zwaar, ze hebben ook gewoon grootvoeten, hoefijzers. Als zo'n paard één keer een stapje opzij doet of er gebeurt iets of je struikelt op je slippers, super gevaarlijk. En er zijn ook heel veel mensen die in het ziekenhuis op de eerste hulp werken die elk jaar, dit heb ik ooit wel eens een keer gehoord van zo'n eerste hulpdokter, die elk jaar hebben ze een soort waslijst aan mensen die geplette tenen hebben of hun voeten gebroken of wat dan ook, omdat ze met hun slippers bij hun paard zijn geweest. Moet je gewoon echt niet doen. Een persoonlijke irritatie van mij is een variatie hierop, is de winterversie van slippers. Mensen die op UX naar de stal komen, op UX, van die pantoffels en dan daarmee hun paard gaan doen en het dan raar vinden dat ze hun voet breken als hij er per ongeluk even op gaat staan. Niet doen, nee. Mensen die zeggen dat paarden stinken, maar paarden stinken helemaal niet. Paarden ruiken echt heel erg lekker. En leer ruikt heel erg lekker en hooi ruikt heel erg lekker en stro en paarden ruiken heel erg lekker. Maar er zijn gewoon een paar dingen gewoon van paarden die, hallo? Oh, oké, dit kan zomaar. Er zijn gewoon een paar dingen die ik word uitgekleed, die niet zo heel erg lekker ruiken van paarden. Vliegenspray stinkt enorm. Paardenpoep ruikt ook niet per se heel erg lekker. Paardenplas is nog erger, want dat ruikt echt zo'n beetje naar ammoniak. Dus er zijn echt wel dingen die stinken. En als ik een stal uitmest, dan stink ik daarna ook. Dat weet ik. Maar paarden zijn van zichzelf hele lekker ruikende dieren. Ja, hè, Holly? Ja, dan kan ik zo goed jou kussen terwijl je mijn jas opeet. Ja, dank je. Hij is een hulppaard. Kijk, ik kan hem even zo doen. Hallo, je ging me toch helpen? Hou eens even vast. Dank je wel. Ja, heel goed. Bedankt. Zo, ik zit nog vast aan het microfoon, dus kan niet helemaal. Maar ik vind het heel fijn. De zon schijnt en zo. Oh, kijk, ik ben nu ook los. Zo, dank je wel voor het helpen. Doei.
iemand anders zegt, ik heb een hekel aan mensen die roken bij paarden. Ja, dat is ook echt een irritatie van mij. Het is zo gevaarlijk en je mag ook op heel veel stallen niet roken. Simpelweg omdat er hooi is, stro is, heel veel dingen van hout, heel veel dingen die vatbaar zijn voor brand. En het is gewoon echt heel erg gevaarlijk. Bovendien is het ook nog eens hartstikke ongezond. Niet alleen voor mensen, maar ook voor paarden. Ik heb echt een hekel aan mensen die roken überhaupt op stal naast hun paard. Ik heb sowieso een hekel aan roken, maar dat is meer voor mij. En ook een hekel aan mensen die dan zien dat er een bord hangt dat je niet mag roken en dan vervolgens gaan roken. Met onder het mum van, ja maar ik ben toch buiten? Nou en, dit is een hele stal. Buiten ligt ook hooi en stro. Er staat een bord, je mag het niet doen. Heel irritant. Deze wint echt de top van de meest ingestuurde irritaties ever. Mensen die zeggen dat paardrijden geen sport is. Hier heb ik al een keer eerder iets over gezegd, maar dat is gewoon heel erg irritant als dat gebeurt. En vaak, mensen die zeggen dat paardrijden geen sport is, die hebben helemaal geen verstand van paarden. Ze hebben echt geen paard. Er is geen enkel paardenmens op de hele wereld die zegt dat paardrijden geen sport is. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, er zit wel een soort van kern van waarheid in. Want je hebt zeg maar paardrijden en je hebt op een paard zitten. Dus als je bijvoorbeeld naar een kinderfeestje gaat of ergens anders op een evenement zo en je mag een rondje paard rijden. Dus letterlijk, ze zitten op een paard en aan een touw wordt er even een rondje gestapt en dat was het. Dat is inderdaad alleen op een paard zitten. Maar echt rijden om iets te presteren, dus ergens naartoe rijden, een wedstrijd rijden, springen, dat is echt wel een sport. En er zijn ook superveel onderzoeken naar gedaan. Je kunt allerlei dingen vinden over hartslag en bloeddruk en calorieverbruik als je gaat paardrijden. Dus het is echt sport. Je kunt het overal vinden. En je moet er ook gewoon niet naar luisteren. Dat zijn allemaal mensen die hebben geen verstand van paarden en die moeten überhaupt niks zeggen. Auto's die te hard voorbij rijden tijdens het buitenrijden. Auto's die toeteren, wielrenners die gillen, motoren die even hun gas opentrekken als ze langs een paard gaan. Ik ken ze allemaal en het gebeurt ook superveel, ook heel veel expres. En dat is zo dom en zo onnodig, weet je wel. Mensen die dan in plaats van dat ze afremmen als ze naar een paard gaan. En er zijn heel veel auto's die gaan dan te snel op een paard af. En als je dan even seint of ze langzamer willen. Als ze dan bij je zijn, dan gaan ze ineens expres er heel snel langs. En dat is echt zo dom. Of mensen die toeteren of op een fiets die dan gaan bellen of op een scooter die dan gaan toeteren omdat ze langs willen. Dat is echt zo dom, want daar schrikt een paard alleen maar meer van. En dan maak je het alleen maar gevaarlijker. En dan ben je echt zo ontzettend kinderachtig als je dat doet. Dat is zo gevaarlijk. Dat moet je gewoon niet doen. Ik kon me echt heel goed vinden in heel veel irritaties die jullie hebben ingezonden. Maar ik heb ook nog twee irritaties van mezelf. Dit is echt heel irritant. En ik bedoel het niet lelijk en het is ook zeker niet om iemand lastig te vallen of zo. En als je dit ooit een keer gedaan hebt, dan ja, oké, dat is dan prima, maar dan is het dan voor de volgende keer. Wij hebben heel vaak, tenminste ik heb heel vaak, voor Brit weet ik het niet, als we ergens een clinic geven, als we een evenement hebben, soms bij wedstrijden, maar meestal is het bij clinics en evenementen met heel veel publiek, dat het losrijden is dan ook waar het publiek bij kan. En dan zijn er zoveel mensen, vaak zijn het iets jongere kinderen, die dan constant onze naam roepen of die van onze paarden. Echt constant Halloween, 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 Halloween. Maar tijdens het losrijden, zeg maar, aan de ring, aan de baan. Constant Halloween, Halloween, Ezra, Halloween, 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 kom eens. Echt, dat is zo irritant en zo afleidend. Niet alleen voor jou als ruiter, maar ook voor je paard. Want constant hoort hij overal zijn naam en constant hoort hij geklik. En telkens wordt hij maar geroepen. En dat is ook voor mij heel irritant en heel storend. En dat haalt je echt uit je concentratie. Dus dat is iets wat je echt niet moet doen. Want dat is voor ons niet tof en ook voor dat paard echt niet tof. Er zijn ook mensen, dus ook niet tof, die als je langs komt rijden en zeker als je gaat stappen, die dan hun hand over de baan doen, over de ring doen, om even je paard te aaien terwijl je langs rijdt. Dat is ook super gevaarlijk, want je haalt dat paard uit zijn concentratie. En voor hetzelfde geld schrikt hij daar heel erg van. En er is altijd een moment dan voor een meet and greet of voor een foto, maar op het moment dat we aan het werk zijn en op het moment dat we echt aan het presteren zijn, niet
ons uit onze concentratie halen. Niet dat paard afleiden en uit zijn concentratie halen en lastig vallen. En hem ook niet aanraken, want dat is gewoon irritant en afleidend. En dat kan ook zorgen voor gevaarlijke situaties. Iets wat ook nog hoort in de categorie evenementen en clinics, want daar is waar het meest gebeurt. Mensen die foto's maken van een dier met flits. Met flits! Dan ben je toch echt heel dom. Als je foto's maakt van dieren, doe je dat nooit met flits. Dat is super afleidend gevaarlijk. Ze kunnen daarvan schrikken. Dat heb je als goed is ook heel vaak geleerd op school en op televisie. En is volgens mij gewoon common sense dat je geen foto's maakt van dieren met een flits. Dus ook niet tijdens een evenement of tijdens een clinic als er iemand aan het rijden is met een paard. Überhaupt ook niet van een paard op stal. Foto's zonder flits. En als je niet zeker weet of die aan of uit staat, test het dan even. Dat volgens mij staat dat overal heel duidelijk. Of voor mijn part maak je even een testfoto om te kijken of die het wel of niet doet. Maar foto's zonder flits. Alsjeblieft. Echt, alsjeblieft. Ouders aan de kant die denken dat zij het beter weten dan de instructeur. Zo irritant. Ik geef ook nu niet meer zo heel veel paardrijlessen, want ik heb niet meer zo heel veel tijd. Maar ik ben eigenlijk ook gewoon instructeur. En er is niets irritanters als dat jij bezig bent met een paard en met een leerling. En iemand die niet kan horen wat je op dat moment aan het zeggen bent, of misschien ook wel, die dan later, als die persoon verderop is in de baan, zegt, ja nee, je moet het eigenlijk zo en zo doen. Wat kom je dan bij mij doen in de les? Waarom neem je dan geen les van die vader of moeder of wie dat dan ook op dat moment aan het zeggen is? Dat is zo irritant. En je bent op dat moment als professional bezig met de combinatie en je weet wat je doet en je hebt ook een plan. En iemand anders gaat zich er dan mee bemoeien. Dat is zo ontzettend dom. En er zijn ook mensen die hebben daar over het algemeen voor geleerd. En die weten over het algemeen wat zij doen. En daar moet je gewoon niet mee bemoeien. Mensen die een Shetlander of andere kleine pony zien en dan zeggen, oh mijn god, het is een veulen. Nee, het is geen veulen. Een veulen en een pony zijn twee verschillende dingen. Een pony of een Shetlander is gewoon een kleine versie van een paard. En een veulen is een babypaard. En als je ietsjes meer geoefend bent, dan zie je daar ook echt wel verschil tussen. Net zoals dat je een verschil ziet tussen een puppy en een chihuahua. Dat zijn toch ook twee verschillende dingen. Drie woorden die mensen door elkaar halen. Kammen in plaats van poetsen. Een stok in plaats van een zweep. Nou moet ik heel erg zeggen dat ik dat soms zelf ook wel eens zeg. Gewoon als een soort van grapje. En halster en hoofdstel door elkaar halen. Die had ik volgens mij in de eerste versie van deze video ook. Super irritant. Wil je even zijn halster omdoen als je een hoofdstel bedoelt, of doe even zijn hoofdstel om als je een halster bedoelt. Het kopstuk in plaats van een hoofdstel, ook zo irritant. Mensen die beugels en teugels door elkaar halen zijn twee beugels, dat is dat ding waar je stijgbeugel aan zit, waar je je voet in doet, en je teugels, dat is wat je vast hebt in je handen, is ook niet echt bij elkaar in de buurt of zo om door elkaar te halen. Heel irritant. Ook al zijn al deze dingen super irritant, deze lieve paarden maken het allemaal weer goed. Ze is het allemaal waard. Ik snap niet. Hoe kunnen mensen zeggen dat ze stinken? Ze zijn zo lekker. Laat me in de comments weten welke dingen jij meemaakt die jij super irritant vindt. En of je misschien nog een derde versie van deze video wil zien. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke video vond. En tot volgende week. Doei. Zeg maar doei. Doei. Doei.